superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik sta nu voor mijn kledingkast. Dat betekent dat ik weer een kledingopruimvideo heb. Het lijkt me heel erg leuk om door het proces te gaan van hoe ik het nou over het algemeen aanpak als ik mijn kleding op ga ruimen. En hoe ik het eigenlijk opberg. Want zoals je misschien al weet, heb ik niet zoveel opbergruimte. Dit is een kledingkast van de IKEA en dit is eigenlijk de enige opbergruimte dat ik voor mijn kleding heb. Misschien heb je net zoals ik ook een kleine kledingkast en weet je niet wat je met je kleding en de ruimte aan moet. Wellicht dat ik je in deze video een beetje kan inspireren. Dus mocht je benieuwd zijn naar de inhoud van mijn kast en hoe ik op dit moment mijn kledingkast opruim en wat ik uiteindelijk weg ga doen, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel beginnen met mijn kledingkast. Op dit moment is het helemaal netjes, maar dat was het voorheen nog niet. Bovenin zie je mijn schoenen en ik heb aardig wat schoenen. Ik ben sowieso een sneakerpersoon, maar ik hou er wel van om te kunnen afwisselen met schoenen. Wat ik heb gedaan, ik heb al mijn schoenen op mijn bed gegooid. Niet zo super schoon, maar dat maakt helemaal niks uit. Ik had alles op mijn bed gegooid, zodat ik wist hoeveel schoenen ik daadwerkelijk had. En dan ben ik gewoon kritisch gaan kijken van welke schoenen kunnen weg. Welke schoenen draag ik nooit. En uiteindelijk heb ik maar een paar schoenen weggedaan. En heb ik de rest teruggedaan in mijn kast. Heb ik het netjes geordend. En naast de schoenen die je in mijn kast ziet, heb ik ook schoenen in de hal staan. Op een schoenenrek. Dat zijn mijn meest gebruikte schoenen. Dus ik heb twee plekken waar mijn schoenen staan. Dan het grootste gedeelte van mijn kast, het hanggedeelte. En een heel klein deel van het hanggedeelte is van mijn vriend. Echt inie mini hoor. En de rest is van mij. En ik heb het nu op dit moment op soort van op kleur gesorteerd. Maar dat was het eerst niet. Wat ik heel erg fijn vind om te doen, ik pak alles wat hier hangt. En vervolgens leg ik het op mijn bed. Zodat ik weet hoeveel kleding ik überhaupt heb. En dan kijk ik van, wat draag ik veel? Dat gaat sowieso terug in de kast. En wat draag ik niet veel? En wat voor nu heel erg relevant was, is om de zomerse items uit mijn kledingkast te halen. Want alle zomerse items plukte ik eruit en die bergde ik uiteindelijk ergens anders op. Zodat ik niet onnodige kledingstukken in mijn kledingkast heb hangen. De hangers die ik gebruik zijn van de IKEA. Ze zijn super dun en ook mega goedkoop. Vroeger gebruikte ik andere hangers. Die waren echt een stuk dikker. Die vind ik wel super mooi. Maar dat neemt echt mega veel ruimte in mijn kledingkast. En nu heb ik heel wat extra hangers in mijn kast hangen. Zodat ik wel de ruimte heb. Dan wordt het tijd voor de andere kant van mijn kledingkast, die niet heel goed te zien is. Ik neem jullie even mee. Bovenin hebben we mijn broeken en ik merk dat ik heel wat broeken niet meer past. Ik vind het echt een verschrikkelijk werkje om constant mijn broek aan en uit te doen. Maar het moest vandaag wel gebeuren. Dus ik heb al mijn broeken gepast waarvan ik niet zeker wist of ik ze nog paste of niet. Dus ik heb ze aangehad.
En toen heb ik besloten of ik hem ging bewaren of niet. En dit is het stapeltje broek wat ik nu heb. Ik moet hier wel bij zeggen, ik heb ook kleding in de was liggen. Dus dit is niet zeg maar al mijn kleding. Daarnaast heb ik een stapeltje met hemdjes, zwarte hemdjes. En biker shorts liggen hier. Dit is echt gewoon mijn zwart stapel van duisternis. Nee, maar biker shorts en hemdjes liggen hier. Mand. En deze mand vind ik echt super fijn. Hierin bewaar ik al mijn sokken. Aan de ene kant wit slash licht. En aan de andere kant zwart slash donker. En dit is altijd overzichtelijk. Weet ik waar mijn sokken zijn. Hier heb ik twee stapels. Een stapeltje. Ik heb hier ook random sokken liggen. Kerstsokken. Stapel nummer 1 heeft allemaal broeken. Flare broeken. Andere soort broeken. Broekleggings. Pantalons. Dat ligt daar en het stapeltje ernaast is bedoeld voor rokken, joggingbroeken, noem het maar op. Dan gaan we even naar beneden. Dan hebben we nog een mandje. Hier ligt mijn ondergoed in en daarachter truien en t-shirts en zo. En helemaal onderop zit nog een mand met allemaal random dingen wat eigenlijk niet zichtbaar hoort te zijn. Ja, en dit is dan een beetje het systeem wat ik op dit moment in mijn kast heb. Nu zijn jullie waarschijnlijk ook benieuwd welke kledingstukken ik nou eigenlijk weg ga doen. Nou, dat ga ik nu met jullie delen. Mocht je toevallig geïnteresseerd zijn in een van die kledingstukken of in andere kledingstukken die ik niet meer wil hebben, volg me dan op United Wardrobe. Dit is niet gesponsord, maar ik maak daar heel erg veel gebruik van. Een linkje van mijn account zal hieronder in de beschrijving staan. Als eerst ga ik deze schoenen wegdoen. Ik merk dat ik deze gewoon bijna nooit gebruik. Dan heb ik liever dat het een tweede leven krijgt. Dan nog een paar schoenen die ik oprecht heel erg leuk vind. Maar deze trek ik bijna nooit meer aan. Ik vind de kleur heel erg leuk. Alleen op de een of andere manier draag ik ze gewoon nooit. En ik heb ze heel lang geleden gekocht. Maar het valt best wel mee hoe vaak ik ze heb gedragen. Dan een non-kledingstuk, maar wat ik ook tegen ben gekomen, is deze oude krultang van mij. Ik gebruik deze ook nooit meer, dus die gaat ook weg. Dan had ik mijn zomerkleding opgeborgen en de plek waar mijn zomerkleding nu ligt, lagen heel veel truien. Dus ik kwam deze trui tegen. Ik denk dat ik deze ook niet meer ga dragen, want ik heb al heel wat nieuwe truien voor dit najaar. Dus deze trui gaat weg. Dit zomerjurkje gaat ook weg. Ik pas hem gewoon niet meer. Hij was al een klein beetje aan de kleine kant toen ik hem had. Hij is wel super leuk. Maar dit jurkje is zo'n, ja, het is een overslagjurkje. Maar hij zit bij mij gewoon niet mooi. En dat vind ik heel erg jammer. Want ik vind hem wel heel erg leuk. Maar deze gaat ook weg. Dan hebben we nog een trui. En deze heb ik echt heel lang geleden gekocht. Hij is van de H&M. En het is zo'n off-shoulder trui. Ik weet niet of ik deze op je net wardrobe gaat zetten of gaat doneren. Want ik weet niet of hij nog verkoopwaardig is. Dus daar hier ga ik nog even over nadenken. Dan hebben we dit jasje. Ik vind deze ook super leuk. Ik heb hem een aantal jaar geleden bij de Zara gehaald. Alleen, ik voel me er niet meer heel top in. Ik pas hem wel, maar hij zit niet meer heel erg comfortabel. Dus deze ga ik ook wegdoen. Dan blijven we een beetje in de jasjes. Dit bomberjasje. Het is een zomerbomberjack. Die doe ik ook weg, want ik ben er uitgegroeid. Dan hebben we een blazer. En deze heb ik niet zo lang, maar ik merk dat die ook niet meer heel erg lekker zit. Voor mij in ieder geval. Deze is van Naked, dus die gaat ook weg. Dan heb ik een Calvin Klein sweater. Zitten wat vlekken op. Die zie je eigenlijk bijna niet heel licht. Maar deze gaat ook weg, want ik merk dat ik deze gewoon nooit draag. Dan hebben we een setje. Een jogger set, een thuispak set.
Deze draag ik ook bijna niet meer. En de broek is voor mij ietsjes aan de kleine kant. Dus ik denk dat ik hem dan gewoon weg doe. Hij heeft hier wel wat gebruikssporen, zo noem ik het. Dat het een klein beetje versleten is. Nou, niet versleten. Je ziet dat het is gedragen. Maar dit setje gaat ook weg. Dan heb ik meerdere broeken die ik weg ga doen. Want ik pas ze gewoon niet meer. Ja. Dit is een high-waisted skinny jeans van de H&M in een maat 40. Maar hij valt eerder als een 38. Hij valt heel erg klein. Maar voor mij, ja, ik pas hem wel. Maar hij zit gewoon niet zoals ik wil dat hij zit. Dus die gaat weg. Dan hebben we een andere broek. Dit is een broek van de Pull&Bear. Dit is zo'n, ja, hoe noem je dit? Ik heb geen idee. Maar het is een bruine broek. Hij zit oprecht heel erg lekker. Het is een maat M. Maar ik vind hem toch niet, op de een of andere manier, niet zo heel erg flatteus bij mij staan. Dus die gaat ook weg. Dan nog een andere skinny jeans. Nee, geen skinny jeans. Officieel is het een, ik twijfel nu een beetje. Of het was een mom jeans of gewoon wel een normale broek. Maar deze is ook te klein voor mij. Dus die gaat ook weg. Ik vind het heel erg jammer, want het was echt een van mijn favoriete broeken. Dan hebben we een shirtje. Ik merk dat ik deze gewoon niet vaak draag. Dus dan vind ik het zonde. Dus dit, ja, blouseje eigenlijk. En dan hebben we dit shirt van de Zara. En deze heb ik echt met heel veel liefde gedragen. Maar ik merk dat ik hem steeds minder vaak pak. Dit shirt. En dan heb ik een top die ik in Spanje heb gekocht. Oh, hij is een beetje gekkig. Het is een off-shoulder top met pads erin. Je ziet ze chillen. Ze zitten nu niet goed. Ik moet ze even goed doen. En er zit ook een lusje bij waar je een strikje mee kan maken. Die ga ik ook wegdoen, want ik merk dat ik hem alleen in Spanje vaak heb gedragen. Dan hebben we hier een off-shoulder shirtje. Hij zit nu binnenstebuiten. Maar deze is nu ook te klein voor mij. En het laatste item dat ik weg ga doen is deze suede flared broek. Ik pas deze gewoon niet meer. Hij zit op zich nog wel oké, maar nee. Gewoon nee. Ik ben benieuwd of jullie het leuk vonden om te zien hoe ik een beetje mijn kledingkast opruim. En wat ik op dit moment weg ga doen. Mocht je dit vaker willen zien, misschien per seizoen. Laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. En mocht jij een ideale opruimtip hebben, laat het ook vooral weten. En mocht jij tijdens deze video ook geïnspireerd zijn om je kledingkast te gaan opruimen, laat het ook weten. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ben echt wel een opruimfreak. Ik kan wel, als ik me verveel, ga ik 9 van de 10 keer wel opruimen. Dus ja, abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!